in Call of Duty. En dat gaan wij vandaag doen. Nou, vandaag gaan wij mensen boos maken. Tenminste, poging tot. Of tenminste, erger in Call of Duty. In ieder geval, we hebben vandaag. Hebben wij de bazooka. Dus de XM3 en 5 bazooka. We hebben C4's. En we hebben dus 2 C4's en 2 flashbangs. En we gaan proberen om zoveel mogelijk kills. Dus zoveel mogelijk mensen te irriteren. Met deze. Ja, klas setup zeg maar. Dus ik ben benieuwd of het gaat werken. Waarom heb ik jou niet? Oh shit, dit is niet goed. Hallo? Ik heb mijn wapens niet meer. Ah! Ga je kniven? Ga je kniven? Ga je kniven? Waarom? Hoe de fuck? Kon ik nou 3 keer kniven niet raken? Zo zien dat mijn team heten, dat is voor mij erg gunstig. Oké, ik ga ook hier vol gooien, maar dat is niet helemaal gelukt. Wop! Oh wauw. Waarom zit je nu niet boven? Je zit dan dik boven. Ha, weer één. Lekker dan. Kijk, er staat ook dubbel XP. Toevallig. Dus ik moet ook proberen zoveel mogelijk tekst te pakken om toch nog een beetje te levelen. Waarom ontploft die auto niet? Call of Duty is wel in brood geraakt. Bij die auto. Ah, hij is al ontploft. Oké. Dat vind ik raar dat ik die gast niet gekild heb, Call of Duty. Maar in ieder geval hebben jullie tips hoe je mensen nou echt boos gemaakt van Call of Duty. Behalve met een light machine kunnen in een hoekje te gaan zitten en wel een beetje skills nodig hebben om dat te kunnen doen. Laat het even in de comments achter. Dit is wel eigenlijk best wel moeilijk. Dit is ook voor mij ook gewoon een uitdaging om die mensen te killen. Je hebt natuurlijk maar 2 bezoekerkogels en 9 van 10 keer geen hitmaker. Dat is ook niet helemaal handig. Wat spannend hè? Oh, spannend toch wel hier. Hop! Eerste keer met een C4. In Black Ops 2 was het echt keihard makkelijk met mensen kunnen met een C4. Dat was echt niet normaal. Dat was echt gewoon... Iedereen had daar gewoon standaard een C4 aanstaan. Omdat het gewoon super simpel was om mensen kunnen met een C4. Ik ga wel even hierboven. Call of Duty, geen met toegang. Oké, lekker. Kan ik hem kniven? Ah, hij staat aan het hoekje, wat zat jij? Ah, hij staat aan het hoekje te campen. Ik wil mensen kniven als ze er binnen waren. Of tenminste, slaan met mijn... Jizz. Oh shit, niet goed. Oh, jij bent het niet meer. Die voorweg. Ik ga hem nu oprapen, want dan... What fuck? Haha, lekker. Oké, ik ben fucked. Ik ga hem diven. Kom hier. Ik heb je wel geraakt. Dit is eigenlijk best wel grappig. Ondanks zou het wel positief gaan. Dat vind ik eigenlijk wel knap. Dat is wel een challenge. We gaan proberen mensen boos te maken en tegelijk ook gewoon positief gaan in KD. Haha. Waarom is dat zo makkelijk? Oh shit, niet goed. Oh, 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 oh. Oh oh. Nee, nee. Ga weg, Call of Duty. Nee. Oké. Wat fuck, wat fuck. Oh nee, mijn spel. Oh, ik kon niet meer sliden. Wat fuck. Dat had ik hem sowieso gehad. Ik kan maar 1 keer raken namelijk. Oh shit, teammate. Heb je jou? Ah, dammit. Ga ik hem nu wel hebben? Waar zat hij? Hier zat er nog één. Ja, zie je dan wel, jij ligt daar. Ik heb je. Wij gaan 10 op 7. En het potje duurt nog redelijk lang. Oh shit. Oh oh. Kom jij hier? Elke keer dat ik kill met bazooka is toch wel een leuk gevoel. Van yes, ik heb je verveeld. Het is me weer gelukt. Hij moet eigenlijk het huisje in proberen te rennen. Oh shit. Ik moet het ding verder gooien. Ik ben echt in Black Ops 2. Kon je die C4's zo ver gooien. Dat is echt niet normaal. Dan kon je echt gewoon 10 meter verder gaan bewijzen van. Dat was echt fijn. Maar nu heb je natuurlijk... Ja, kan het gewoon niet. Oh shit. Waarom ga je niet dood? Kom jij? Dan maar samen plegen, jij gaat mee. Jij gaat mee. Oh. Dat was alweer heter. Oké, lekker. Dat was niet handig. Teammate. Ha, ik ben niet op en neer lopen, mensen. Ah, shit. Kom dan. Enemies. Nee, teammate, ik wil jij hem. Ik had er vol het vizier. Vol. Ja, ik moet eigenlijk die dingen... Al sowieso heen in Nuketown, maar nou gaan ze de... Level 3, nou gaan ze de extra heen. Ja, span die nou echt door. Ik ga eigenlijk even kijken. Dit is niet slim, want dat moet ik echt heel goed raken. Dat gaan met die dingen niet altijd. Hij ligt aan het campen. Oh, team is aan, zagen jullie hem niet? Oh, hij ligt aan kost op de radar. En mijn team is echt zo van, nee, we zien hem niet. Ah, dammit, we gaan 14 op 11. Wel positief, 14 kills. En eigenlijk heb ik, kijk, 5 confirms. Dat is niet heel veel. Dat is overigens heel weinig. Maar op zich, als je zo bekijkt, heb ik het niet heel slecht gedaan. Als je vergelijkt met teammates die je normaal altijd hebt, is het niet heel slecht. Lieve mensen, zo maak je mensen boos. Heb je tips hoe ik dat de volgende keer kan doen, dan kan ik gewoon achterlaten gaan. Misschien nog wel een keertje doen. En dan zie je volgende keer. Ouder.